Steven Pont, systeemtherapeut. Wat is de belangrijkste les die u op basis van de sessie die net werd gehouden over opvolging en overnames aan accountants wil meegeven? Dat als je aan het werk gaat, dan heb je dingen die moeten gebeuren. De taakdefinitie. Maar er zijn ook mensen die het uit moeten voeren. En die verhouden zich natuurlijk op een bepaalde manier tot elkaar. Dus je moet ook de relatiedefinitie helder hebben van positie, hiërarchie. Al dat soort zaken die dus in de relationele wereld spelen. Omdat als het daar niet zuiver is, dan gaat het naar de taken toe. En dan lijkt het alsof de taken niet goed lopen. Maar eigenlijk lopen de relaties niet goed. Betekent dat dat accountants zich misschien wat meer in menselijke verhoudingen moeten verdiepen? Ja, want je werkt natuurlijk met mensen en met cijfers. Dus dat snap ik heel erg goed, dat ik het even droog kook. Dat is ook een mooi samenspel tussen die twee. En cijfers lijken hard te zijn, maar relaties zijn dat ook.